Ben ze nu van voer en upstream? Ik ga platkallen. Ben ze deputé, oud-parlementaire, collega's, ben ze durfspolitiekers. Ik ben inderdaad het verliege, het beschermd naar wat hier allemaal gezagd is. Ik ga dus naar mijn eigen normen ook heel kort blijven. Na al die schitterende optredens wat we hier hebben metgemaakt. En wat de Rosie zag, uw vermin verhouding met zuster Uverste, dat is de boerheid. Als burgemeester heeft er van alles nonnetjes hier bij ons op de begraafplaats een knekelgraf gemaakt. En ik heb er de vuur gesteld, zuster Christine, mag ik de volgende tekst zitten. Hier liggen onze bloemen. Ze werden nooit geplukt, ze waren non-actief. Zelfs op het beestdom koesten er met lagen, maar ik heb nog een anders moeten zitten. Dames en heren, is oud-acteur, oud-senator, oud-provincieraadslid, beseft ze natuurlijk op een bepaald moment dat alles achterhoed gaat. Wie zo veel anders in de politiek zich gebruik zou, is verneemd geen toneelspuurders worden geweest, geen acteurs. Want dan zijn vier geraakt via dit allemaal. En dames en heren, ik moet zeggen, ik moet je kort houden, want door de enorme snelheid van optreden van Annemie, zit voor nu al in de verlenging. Dames en heren, inderdaad, de Marie-Thérèse, 27 jaar geleden ongeveer, wil starten met toneel. En het vond in mijn chef en een partner. Want nog chef, hij wou als Oudek aan het zeggen. Tju, pardon, meneer Pastoori, mag niks goed. Tju, zou er toch nog eens met toneel kunnen beginnen? Het is vandaar de oorlog geleden dat we nog in het publiek gespeeld hebben. En natuurlijk, toen ontstond het. De Marie-Thérèse had een gading gevonden, het had ook ze de regisseur gevonden. En met voeren bedoelde nog chef toen in die tijd, dat weet voor allemaal, een dorp wat 3 kilometer richting Moelingen ligt. Want heu, zeggen de lui, voeren, dat is dat dorpje. Alleen die vivaanden zeggen dat natuurlijk. Hè. Ook die van het gehucht Sint-Pieter. En het was inderdaad, dames en heren, van nodig oorlog geleden. Dat ze in voeren, het oud voeren, toneel speelden. Zo gezaakt, zo gedoe, Marie-Thérèse. Het had natuurlijk nog het werk te doen. Maar ook dat, zo we zien, onder hun wel voor het rekening nemen. Teksten. Teksten moesten omgezet jaren, nog plat. En hier en daar moest ook het durpste ree zitten. Want dat moest, zagen ze. De lui moeten zich er ree herkennen. En een beetje, een heel klein beetje gemerkt, mocht ook geschermd jagen van tijd tot tijd in ons dorp. En kijk, voor mensen doen niks te doen houden, nog de Marie-Thérèse, nog chef. Nog chef in zijn oude dag, Marie-Thérèse, tegen de Fleurdag, hè. Begonnen ze eraan. En later kreeg voor zijn hele carrière, nog chef, de prijs van de culturele raad. En de Marie-Thérèse huwde de welverdiende bloemen. Een jaar later stonden de eerste spuilers op de planken. In het begin waren ze een beetje familie en vrun. Eén van die bende had je tot huw volgehouden. Met een kameraad Willy. Hij is zelfs van het toneel tot ander toneel overgestapt. Door politiek. De Willy is een volhouder. En er wordt doorheen gesteund en ik wil dat echt zeggen door Zing Marie-Thérèse. En zelfs vurig jaar, wie de Marie-Thérèse het lastige houdt in Kraankwoord, zag het toch aan de Willy. Doe kenste lui niet in de stierklauten, doe mos spuwelen. Dames en heren, de Willy had me dat verteld met de tranen in de ogen. Voor wat vertel ik nu zo'n verhaal? Natuurlijk! Omdat ik iedereen wat in het toneel had metgespeeld en alle andere werken gedoe had, bluntjes te broeien. Mijn oog voor te laten zien dat ze doen vol te houden. Dorpsverenigingen, lees bestoeien en lees bleuien. En vuil van die verenigingen wat hier bij ons in voeren ontstaande zijn, zoveel jaar geleden, die leven hun nog.
En de eerste jaren in het vat waren het inderdaad allemaal lui van wat vier zagen oosdeuren. Egoïsten dat verzund. En alle stukken wordt je ook bij oos gespeeld. We krijgen in je parochielokaal ondertussen ook al afgebroken. Zelfs les van niemand anders dan Carmen van de Kampioenen. En is voor haar genoeg op de televisie bekijken. Daar ziet we eigenlijk dat onze vereniging al een stuk ouder is geworden. En dat zie ook echt de blumpjes van de culturele raad verdeeld. Door de spuren en door de ouderdom. Vrongen oog inderdaad op trips op spuren. Jongens, ik kan u zeggen, ik heb het juist nog gezegd. Een van de gezelligste, de plezierigste dingen die ik ooit heb meegemaakt, dat was inderdaad die begrafenis. Wat heb vier doe gelagen? Wat heb vier doe plezier gehad? Verhouden er waalpot nog gebot? Verhouden een gans graaf gemaakt? Verhouden pastoor, we hebben wat er nog. Hè. Pastoor, wat een leuk in een grote stook. En zo liefst, dames en heren. Dat is het wat een mens nooit meer in zijn leven kan vergeten. De spas van met kameraden te spuren. En iedere jaar kreeg ik nog genoeg spuilers op de planken. Nog eerst alleen durps spuilers te hebben gehad. Kreeg het toneel stilletjes aan een grotere ploeg. En gong verzelfs over de grenzen kieken. Met wat toen nog jongmeidiges waren. Wat ik voer kon de woorden. Ik zeg maar zo gent, hoe het gehuchte, wie ter linnen of ter bliet. Die zo toch niet zeker. Daarmee koest hier dat werd bewezen dat vier hun de cultuur aanleerden. En niet andersom wie ze over toe zagen dat vier het van hun leerden. Trouwens, Robert, dat heb je die ook maar toegezagen. Dat vier hun dat moesten leren. En niet CEO's, hè. Ik wil ook grappige kloeterieën dat u net vertellen. Want dan zit vermogen nog niet. Want, beste vriend, in die tijd ging Holland wel nog naar de Europese kampioenschappen. En moest vier SW-skennetjes zien blijven. Tja. De sport en culturele tijd veranderen dus toch nog eens van tijd tot tijd. En ons plan, dames en heren, dat moesten we in ere houden. En dat moesten ze allemaal kennen. En het wordt geen probleem. Want taal en cultuur, dames en heren, dat leerste is ter minst het zelf wilt. Ook al hebben we het hiervoor wat dat niet willen, maar dat leerste is ter minst dat zelf wilt. En die voeren zeggen ze heel dik dat leerste bitje tussen de lakens. Ondertussen is het toneel uitgegroeid, dames en heren, tot een groeiend voerend toneel. Dat wist erop. Dat het toneel ook lui bij had gebracht. En dat er zelfs de lui van alle dorpen het toneel nu kennen en willen samenwerken. En zo mod het ook in ons klein voerendse gemeenschap. Het VAT droeg nu de stempel van heel voeren. En er is een blij dat dat zo gegaan is. Het VAT van u droeg gaans voeren uit tot uur van de grenzen. Het maakt voeren bekend. Terwijl vervreugd toch een beetje eerder berucht worden. Alle jaren hebben een tijd. Maar het is toch enorm om te zien dat we eindelijk en gezamenlijk durf zijn geworden. En het voersamateurtoneel is daar zeker een goed voorbeeld van. Ze doet ons voerendse dialecten, met een beetje eigen accenten, allemaal alle eer aan. En dan met alleen al, beste Luc. Zo disvloog de prijs hebben verdiend. Ze verbeenden lui. Ze zorgen voor plezier. De doorslagen en geven ons pas in het leven. Dames en heren, wat zo vier toch zie je zonder hun humoristische woord. Het leven is dik genoeg als jour. En dan zullen we toch allemaal blij dat het manslui en vrolui had, of omgekeerd, vrolui en manslui had, wat zich maanden inspannen voor een stadplezier te gunnen. Die lui, of ze nu regisseur, spuurder, aankleder, coiffeus of technieker zijn, verdienen deze prijs. We willen hun dankbaar zien voor de traditie die ze weer zitten. Voor ons amateurtoneel, ik ben ongelooflijk.
geluid van een kruurtje dat hier heel de bries van de culturele raad kreeg. Proficiat en bedankt voor alles wat ons heeft gegeven en nog wat geven in de volgende jaren.